Ja, dat is goed. Moerak, hey, hoe was het vandaag? Nou, het is al lange tijd. Ja, was even weer wennen. Ik heb 9 weken niet kunnen voetballen in verband met een blessure. Was wel weer lekker. Ja? Ik heb het gemist, ja zeker. Ja, en vond je dat het ging? Moeizaam, maar ik denk in deze fase waar we in zitten is een overwinning belangrijk. Ja, dus, iets harder praten. Dus 3 punten, ja, mooi meegenomen net de laatste wedstrijd voor de winterstop. Belangrijk. Nou ja, goed. Het was inderdaad goed om je terug te zien in de verdediging. Gaf het rusten. Wat vond je van het spel? Ja, we begonnen sterk. Veel balbezit. Wij domineerden in principe. Alleen je merkt richting het eind, ja, wordt wat slordiger tweede helft. Ja, maar dat heeft ook te maken inderdaad wat ik net zei, de fase waarin we zitten. Ja. Nou ja, goed, je gaat iets rustiger de winterstop in. Hè? Klopt. En wat gaan we de tweede helft doen? Nou, de tweede helft gaan we omhoog klimmen. Ja. Dirk, dat is de intentie en dat gaan we ook zeker doen. Afspraak maken? Zeker. Een goede kerst. Dankjewel. En veel plezier. En all the best. Yes, dankjewel. Ik doe dat voor de plaatselijke televisie. Was je volgende keer niet bij dan? Jawel. Maar is het goed om zo af te sluiten? Tuurlijk hebben we. Ja. Jongens, wie kan ik helpen? Ja, een chocoladeplekje uit. Ook als broodje alsjeblieft. Heer, zeg het maar hoor. Heb je een balletje uit? Nee. Een broodje met azoor. Met haar, lekker. Ja. Ik was een chocomel. Ja, dat is een chocomel. Het begint het feest van? Tegen 6. Hè? Tegen 6 al? Ja. Al om 6 uur. Ja, ik heb het.
binnen. Heb je ook gegeten? Hij ballen hier, hè?